Jongens, vandaag ga ik langs mijn favoriete bondgenootjes, namelijk Kainé en Eduardo. En Eduardo heeft echt super lang ingezeten, echt volgens mij 8 maanden of zo. Hoe de fuck kan je zo lang volhouden in dat programma? Ik snap het echt niet. Ik snap het niet. Ik ga het hem vragen. Kai zat er 5 maanden in en met Kai was ik eigenlijk altijd al goed. En ik ben gewoon super blij dat ik ze weer zie, want ik heb Kai echt super erg gemist. We hebben toch echt 4 maanden samen gewoond en dan is het toch raar of zo dat je dan gewoon weer, ik weet niet, alleen in je nest ligt en je wordt altijd wakker met hun, goedemorgen dit dat, en nu is het gewoon weer helemaal alleen. Vergeet natuurlijk allemaal niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat en vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal, dus klik hieronder. Allemaal even doen jongens. 3 keer met frietsaus. Met frietsaus. Ja. En stokjes. En stokjes. Wat zei je? Met stokjes. Koekjes? Stokjes. Nee, sorry. Stoekjes. Was er... Stoekjes? Stoekjes. Nee. Wat de hoor. Zal ik even voor deze auto gaan nu, snel? Nee. Grappig. Zo. Dat is die. Zo, kan je nog boos kijken, man. Schapie. Oh, ja. Are you fucking bad, bro? Nou, jongens, ik zit hier naast mijn favoriete bondgenoten, namelijk Eduardo en Kainé. Yes! Hey! Jongens, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Ja, gaat het goed, Kai? Ja, het gaat goed. Ja, want... Het gaat wel. We zijn er nu even uit. En het is echt heel erg wennen om weer terug te zijn. Ja. Maar het gaat. Ja, want ik weet nog, wij zijn de eerste dag toen we eruit waren, of de tweede dag, gingen we gelijk naar een festival. Ja, dat was intens. Ja, vond je het erg? Ja, ik vond het echt heel heftig. We werden zelfs in Facebookgroepen gegooid, hè. Nick en Kai zijn gezien bij de festival. Ja, ze zijn eruit, zeiden ze. Hey, en Eduardo, hoe gaat het met jou nu? Ja, mij gaat het nu goed. Ik ben natuurlijk nu precies 2 weken eruit. Ja. En ik heb wel een klap gehad, moet ik zeggen. Misschien dat het te maken heeft met de finale die ik heb gespeeld. Ja. Dat je die net op een haantje na hebt gemist. Ik was er in eerste instantie oké mee, maar 2 dagen later toen voelde ik hem wel, zeg maar. Ja. Dus, maar goed, nu stapje bij stapje gaat het lekker goed en ik ben lekker een paar dagen weg geweest. Dus ik begin eindelijk een beetje te landen. Want jij bent nu al weg geweest inderdaad op vakantie al, eventjes. Ja, ja. Hoe was dat? Ja, ik had het echt nodig en ik zou het iedereen adviseren die er een tijd heeft gezeten. Ja, we hebben geen ton, hè, op een bankrekening. Nee, ik ook niet. Ik kwam net in jouw huis, we kwamen aan en we stonden bij een villa waarvan ik dacht van jezus. Dat is helemaal niet waar. Kai, ik schrok ervan. Ik dacht, nou, hoezo doe jij mee met bondgenoten? Want hoezo deed jij mee? Ik deed mee in eerste instantie voor wat rust te vinden ten opzichte van mijn dochter. Want ik ben een beetje overbeschermd type. En dus dat zat een beetje onze relatie in de weg. En ik moet gewoon vertrouwen dat het goed komt. En het komt ook, en dat weet ik ook wel. Alleen op een of andere manier, uit ik dat niet zo. Hoe is het met jouw band met je dochter dan? Ja, die is eigenlijk wel goed. Alleen doordat ik altijd continu controlerend ben en zo, vindt zij vervelend. En dat zorgt soms voor een wrijving. Ja. En daarin wilde ik gewoon mijn rust vinden. Weet je? Dan bericht jij vaak van, joh, waar ben je, weet ik veel wat. Ja, klopt inderdaad. Ik ben een beetje net als mijn moeder, die me altijd stalkt gewoon. Alleen maar bericht, joh, waar de fuck blijf je, denk. Nee, maar goed, ik heb daarin echt mijn rust gevonden. Dat was echt mijn doel. En mijn tweede doel was natuurlijk voor die Tom. Ja. En dus na 4 maanden ongeveer, ben ik gewoon wel het spel meer gaan spelen. Ja. Waarvan de laatste maand dat ik dacht van, oké, weet je, dus nu of nooit. Misschien iets harder, niet tactisch. Of wel tactisch, dus net hoe je het ziet. En ik heb hem gelukkig mogen spelen, alleen helaas niet de koffer mee naar huis mogen nemen. Ja. Tegenover Gerrit. Tegenover Gerrit, ja, die er net 2 maanden zit. Ja, ja, ik kan er ook niet tegen. Ik word gek. Man. Ik kan er zo boos op worden dat ik denk... Ja, gewoon. Echt, hè? Dan denk ik van, godsamme, als iemand er nog maar net in zit... Ja. Ik zat er 4 maanden en ik zag gewoon mensen voor me gaan die er al later pas in kwamen. En denk ik, hallo, ik moet wat de ton hebben. Jij wel niet. Maar goed, van de andere kant, weet je, we hadden ook natuurlijk Robert erin moeten stemmen. Ja. En dan had je gewoon Robert en mij in de finale gehad. En dan was het misschien wie hem dan had gepakt. Maar goed, weet je, ongeacht dat, ik gun het hem echt wel. En het gaat uiteindelijk maar op 1 koken. Dat, dat is het spel. Dat is gewoon. Eerlijk? Je had zoveel dingen goed. Hij had maar 3 sleutels. Ja. En bam, hij had hem gewoon. Ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan vind, hoor. Want dan denk ik, dan kan je dus inderdaad nog die finale zo goed doen. Ja. En het maakt gewoon letterlijk niet uit. Maar dat is gewoon de hele tijd een beetje met de bond. Dat is gewoon, altijd zo. De hele maand kan je gewoon bijna bovenaan staan en dan aan het einde maakt het gewoon niet uit. Nee, ja, want jij had dat ook veel, Kai. Ja. Want ik weet nog dat wij in de, voor mij was het je 3e maand, voor mij tenminste mijn 3e maand. Ja, mijn 4e maand. Ja, inderdaad, dat jij best wel dichtbij was, heel de maand voor de ton. Ja. En uiteindelijk, bam, werd je gewoon voor je neus doorgeboord gewoon. Ja, dat was wel echt even slikken over. Ja, ja, ik weet niet, ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat was dan dus mijn 4e maand. Ja. Ik weet niet, toen voelde het voor mij ook wel echt van, oké. Dit is volgens mij gewoon mijn maand. Ik denk dat ik hem gewoon... pak. Nou ja, misschien niet dat ik hem niet pak, maar ik ga hem in ieder geval wel nu spelen. En
nou ja, we waren natuurlijk ook wel gewoon echt heel, heel dichtbij. En toen was het gewoon heel jammer dat toen Robert die 140 punten PSV-buizen. Met de PVC-buis, ja, dat we die moesten inleveren. En toen uiteindelijk nog die kuttige tipi-tenten. Oh, dat was ook zo balen. Maar die tipi-tent was verschrikkelijk, vond ik. Echt, nou ja, en vanaf daar is het gewoon, ging het toen de verkeerde kant op. En dan is het best wel gek, want dan op een of andere manier ben je al een beetje aan het voor... Ja, niet echt, want je wil ook, je want to stay humble, weet je wel. Maar je bent wel een soort van dat je denkt, oké, toch wel. Komt nu wel dichtbij. Ja, snap je, precies dat gevoel van dat je denkt van... Als ik dan weer tweede even stopte, dan gelijk weer aan mijn finale plek. Zeg wat, je bent nog helemaal niet zo ver. Nee, eerlijk, precies, dat is echt waar. En dan uiteindelijk wonnen de gieren toen. Ja. Toen was echt een tia. Hè. Toen echt, wat overkomt mij dan? En besef, ik had toen tegen Eduardo uitgesproken van oké, als ik hem mag spelen, pak ik code 5. Nou, en welke code pakt Meren? 5. Nummer 5. En daar zat hij. Ja, dat was is echt, toch bizar? Toen dacht ik, oké, ja, dit was wel gewoon, dit was mijn tool. In dat spel kan gewoon alles gebeuren, dat gewoon dingen gebeuren van, ja, we denken van, what the fuck? Ja. En Kai, jij moest best wel veel landen, eerlijk. Ja, ja, want ik sprak jou, ik ging jou heel vaak bellen en zo, maar Kai die dacht van, nou, nog even tranquilo ding. Ja, sorry. Want jij zat eerst in het begin, vond je wel een beetje moeilijk, toch? Ja, klopt. Ik vind het zo irritant zoeken, mensen hopen echt dat ik een knal hoor gewoon. Dat is ja, maar eerst een stoerder en dan bam. Dat is een oh, hou op hoor. Ja, nee, klopt. Ja, ik weet niet, ik had, ik vond het gewoon, ik vind het eigenlijk, niet vond, ik vind het gewoon best wel heftig om weer terug te zijn. Ja. En heel fijn om weer terug te zijn, maar wel dat ik gewoon merk... Ja, het heeft gewoon meer impact op je dan dat je eigenlijk door hebt als je er zit. Ja. Ik zei ook bijvoorbeeld tegen mijn zusje van, kijk, jullie hebben zeg maar 5 maanden lang kunnen wennen aan het idee dat ik op tv ben geweest. Of dat ik op tv ben. En voor mij komt dat allemaal een soort van in één keer nu. Want als je daar zit, dat hebben jullie zelf denk ik ook wel gemerkt, je hebt niet door dat je tv aan het maken bent. Nee, precies dat. Je bent gewoon aan het leven. Je woont gewoon exact in dat huis. Je bent daar gewoon met je vrienden, zeg maar. En gewoon, ja, het wordt je familie. Ja. En je bent er gewoon aan het leven. En je komt eruit en ineens... Is het bam. Hebben andere mensen bijna meer meegekregen over jouw leven dan jijzelf. Ja. En dat is gewoon, ik moet daar gewoon heel erg aan wennen. Ja, dat kan ik wel begrijpen, want alleen ik heb het niet. Ik heb echt het idee alsof ik gewoon nooit ben weg geweest, soort van. Ik ben gelijk weer, lol, ik leef de lol. Ja. Maar komt er dat jij direct weer mee bezig bent gaan met je dingetjes YouTube, doen, zeg maar? Ja, weet ik veel. Ja, gewoon, ik ben gewoon weer gelijk alles op gaan pakken en zo. Ja. Maar ik snap wel dat je, ik kreeg wel de eerste 2 dagen kreeg het wel heel benauwd. Want toen we waren uit dat huis, weet ik nog, ik kreeg mijn telefoon al. Tenminste, ik mocht er niet op, maar ik deed wel. En toen zag ik op Instagram, toen waren we weer van de Valk, waren we. En er waren dus oude deelnemers. En toen keek ik op van de Valk en toen had ik net die ruzie gehad met Sam. Toen, toen zag ik dat geschreeuw, dacht ik, oh mijn god. En toen dacht ik andere dingen, want toen liet ik het zien. Toen dacht ik, oh kutje. En dan had ik nog een keer ruzie met Mel gehad bijvoorbeeld. En die waren er ook allemaal. En toen zei ze, ja, kom je morgen naar de barbecue, Nick? Toen zag ik nog een stukje van Wesley. Dan zei van je dikke moeder. Toen dacht ik, ik wacht even met die barbecue. Ik ga even met mijn vriendinnetje in het feest, hè. En dan pas ga ik kijken of ik echt genodigd ben. Want ik dacht echt van, ja, straks heb je beef of zo met mensen. Ja. Dat dacht ik echt even. Ik weet niet. Ik denk dat je gewoon had kunnen komen. Want iedereen heeft het uiteindelijk gewoon vergeten. Het wordt gewoon vergeten, vergeven, zeg maar. Of niet vergeten, maar wel echt vergeven. Ja. Iedereen snapt die daarin heeft gezeten. Dat het gewoon allemaal in hier dat het moment is geweest. Dat is het ook. En, maar ja, toch is het gewoon lastig. Zo. Ik weet niet. Ja. Als ik nu terug de dingen zie van als mensen ook bij elkaar denken van yo, fuck you. Maar uiteindelijk denk ik, ja, kijk hoeveel ik heb gepraat over mensen. Ja, maar eerlijk, zeg maar. Kijk, want wij zijn wel naar die barbecue geweest. Ja. Maar ja. Ik heb natuurlijk ook nog niet alles teruggezien, dus ik ben wel even heel benieuwd wat iedereen nog over mij heeft gezegd. Ja, snap je. Dus misschien word ik later nog boos, maar dat zien we dan wel eventjes. Ik dacht, ja, ik ga nu gewoon even naar die barbecue. Maar Kai, je had ook heel goed met Kim, eerlijk, in het huis. En op een gegeven moment ging je ook spreiden, qua bondje en zo. Ja. Heb je dat soort dingen ook al teruggezien of nog helemaal niet? Nou, er is een heel kort stukje op Insta, een reel, over dat ik dan aan haar vertel van... Nou, dat het me beter lijkt dat we uit elkaar gaan. Dus dat heb ik gezien en zeg maar wel de comments daarop en zo natuurlijk. Ja. Ja. En wat vind ik daarvan? Ja, ik zeg maar, ik denk dat ik gewoon... Ik denk dat ik dat op zich best wel gewoon netjes heb aangepakt. Ik heb daar nooit... Ik ben daar altijd heel eerlijk in geweest tegenover haar. Ook zeg maar dat ze... Want het was eigenlijk... Kim zou 3 maanden blijven. Toen heeft ze uiteindelijk nog 1 maand verlengd. Maar toen ze daarover aan het twijfelen was van oké, zal ik verlengen ja of nee? Toen heb ik ook tegen haar gezegd, oké, zou je ook dat zeggen als je volgende maand niet met mij in een bondje zou zitten? Ja. Toen zei ze, ja, dan zou ik alsnog willen blijven. Toen zei ik, oké, nou ja, dan moet je het doen. Want het moet niet zeg maar van mij afhangen. En daarom ben ik gewoon heel eerlijk geweest. Dus ik denk, ja, het is heel vervelend natuurlijk om, haar zo te zien. En haar ook natuurlijk, om haar zo verdrietig te zien. Dat vind ik heel naar.
En, maar ik vind het alleen maar knap van je, want ik had het denk ik misschien al eerder moeten doen met Sam, denk ik. Ja, maar ik weet nog dat wij dat over hadden. Dat jullie toen al van plan hadden om aan elkaar te gaan. Dat jij ook zei van ja, het is inderdaad wel beter, weet je wel. En uiteindelijk verleng je nog. Ja, elke maand is beter om uit elkaar te gaan. Maar, maar wat maakte dat jullie dan toch bij elkaar bleven? Ja, dat is gewoon vertrouwd of zo. Ik weet niet, als Sam niet naast mij lag, in het begin, weet je, de laatste maand hadden we wel clinch, hadden we ruzie met haar, dat klopt. Maar daarvoor, zij was echt wel met iemand, ik kon echt lachen met haar. Ja, jullie nee, ik kan ook, alleen ik denk met mezelf, omdat jij natuurlijk echt wel voor die tonden zat. Ja. Je wist dat hoe lang jullie bij elkaar blijven. Hè? Ja. Verklein je natuurlijk. Je achteraf had ik dat echt had ik dat moeten veranderen. Gewoon, ja. Ik dacht van, dan had ik misschien een keer, als ik nu terugdenk, had ik echt met de robot in een bondje moeten gaan. Ja. Met jullie, want dan had ik misschien nog wel kans op die ton. Wij hebben echt nog aan jou gedacht om jou erbij te nemen. Ja, inderdaad. Ja, 100%. Dus ik loop alleen met de boeren en te scheten. Ja, en te gillen en te schreeuwen. Weet je dat, wat die dat zijn? Stelen. En stelen, luister, heb je dat gezien hoeveel ik gejat heb? Nee. Ik heb echt wel gejat. En op Facebook die reacties. Maar weet je wie ook jat? Oh, nou? Lodewijk. Ja, dat wist ik. Die was vaak met ons ook. Dat wist ik helemaal niet. Oh, die was altijd bij mij. Ja joh, die jat ook hartstikke. Ja. En Eduard, heb je nu alles weer teruggezien? Of? Nee, ik heb helemaal niks teruggezien. Het enige wat ik heb gezien is mijn binnenkomst. En die heb ik niet eens helemaal afgekeken. Ja. Het was op geen pauze en toen zei ik ook tegen mijn man, stop maar, doe maar uit. Weet je. Het kwam bij mij gewoon nog te dichtbij of zo. Ik was echt nog bezig met loslaten, wennen, accepteren. Ik denk dat misschien ook achteraf die ton, weet je wel, die er net aan je neus is gegaan. Ja. Dus nee, ik vond het wel moeilijk. En ik heb nu eigenlijk alleen 2 reguliere afleveringen gekeken, wel helemaal. Maar voor de rest, nee, ik heb nog niet de behoefte om het helemaal terug te zien. Nee. Wat vind je van de reguliere afleveringen dan? Want er zitten natuurlijk heel veel nieuwe mensen in nu. Ja, klopt. En ik heb me voorgesteld zo dat ik daar zou zitten, hoe ik me dan zou voelen. Want de laatste anderhalf maand was ik echt wel heel ongelukkig. Ik heb echt op mijn knieën heb ik die eindlijnen zeg maar, gehaald. Mm-hmm. Ja, ik weet het niet. Ik had sowieso wel bij Robert in een bondje gebleven. Dat hadden we altijd gezegd. We blijven gewoon voor altijd bij elkaar. Voor altijd bij elkaar, inderdaad. Dus ja, ik weet niet. Die Max of zo lijkt me op zich. Max heet hij toch? Mm-hmm. Ja. Dat lijkt me op zich gewoon een relaxe gast. Brady lijkt me ook heel leuk. Ja, mij ook. Ja, mij ook heel erg. Mijn favoriete boy. Ja, maar ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar. Ik weet ook niet of of de sfeer er beter van is geworden. Je hoort Bo op een gegeven moment wel zeggen van ja, met jullie komst heb ik het idee alsof dit precies is wat de groep nodig heeft. Nou, wat fijn. Wij zijn eruit en dan is dat wat de groep nodig heeft. Ja, nou, dat, en bedankt. Dat heb ik dus gehoord, maar ik weet het niet. Ik zie nog steeds niet een groep of zo. Nee. Zeggen, weet je? Want dus in mijn eerste paar maanden wel echt het geval was. En ja, dat vond ik heel fijn. De eerste maand toen ik er was, voelde het ook echt als een groep. Ja. Iedereen was gezellig tegen elkaar, deed goedemorgen, bleef echt tot laat op. Weet je dat nog? Ja, wij ook. En na 3 uur gewoon 3:30. Ja, ja, dat was echt gezellig. Dus ik weet niet of het überhaupt gaat veranderen. Ik weet het niet. Hey, ik kan idee. Nee. Jij bijvoorbeeld de aflevering heb teruggekeken. Ik weet nog toen ik binnenkwam, toen zag ik jou met Daan. Toen zei ik nog, wordt er nog een vieze vogel op mijn bank? Dus ik kwam binnen en ik dacht, heb je nou seks gehad met Daan daar op die bank? Nee, maar dat was dus gewoon niet zo. Maar dat dacht, heb je wel dat ik al gezien dat ik op de bank lag met hem? Nee, nou ja, ik denk het wel. Mijn moeder heeft een heel klein stukje gestuurd. Ja. Ik heb dus zeg maar, de aflevering heb ik nog niet gezien. Maar ik denk dat het stukje is. Op die bank, zo is. Onder dat deken. Ja, ja, van, zullen we het stiekem doen? Maar heb je nu nog wel eens contact met Daan? Nou, nee, niet echt zeg maar in de zin hoe jij contact bedoelt. Nee. Wel zo. Contact. Contact. Nee, gewoon normaal contact hebben we. We gaan morgen toevallig gaan we dan samen met Edu. En met Kim gaan we een eerste bedsessie doen. Oh, wat leuk voor je TikTok. Ja. Oh, wat gezellig. Dus dan ga ik hem zien. Met oude vosjes. Met de oude vosjes. De enige vosjes. Echte vosjes. Dan komen ze allemaal in Amsterdam bij jou. Ja, dus dan komen ze gezellig bij mij en dan gaan we samen even reageren op de eerste afleveringen, denk ik. Zomaar een beetje. Dus dat is wel superleuk. Maar nee, ik heb niet echt veel contact met Daan of zo. Gewoon meer gewoon als vrienden en FaceTime af en toe. Ja. Dus dat is wel, ik weet niet. Het is sowieso gewoon, ik heb nog heel weinig contact met weinig mensen. Maar zou het ook een type zijn waarop je kan vallen? Daan is niet per se mijn type, nee. Nee, niet per se. Maar ik zie bij jou gewoon een groot iemand, gewoon. Ik kwam dadelijk er tegen bij die dinsdag van, oh nou, de Kanye, hallo. Ik ben van gewoon een stoute man die in de drugsdealhandel zit. En weet ik veel wat. Ik weet wel dat Kuitje een beetje op bad boys valt. Ja, en, toch? Eerlijk? En, met gonoes en met wietroken. En wat dat betreft is Daan geen bad boy, nee. Nee, maar zeg maar, het is niet. Kijk, ik denk dat bij Daan ben ik gewoon heel erg een beetje gevallen voor zijn karakter, zeg maar. Karakter, ja. Karakter met geld. Nee, want die heeft hij nog. Pakt die toen. Maar zeg maar, ja, ik weet niet. Het is gewoon een leuke guy.
En het was gewoon heel gezellig daar. Maar het is niet zeg maar dat hij per se heel erg mijn type is. Of, ja, eigenlijk is het wel chill om daar binnen gewoon een knuffelmaatje of zo te hebben, denk ja, ik. Ja, dat klopt. Een knuffelmaatje. Kan jij dat over mee praten? Dat klopt het dan. Ik heb beelden van mezelf teruggezien. Ik denk echt, oh mijn god. Ik loop de tongen in de keuken, maar echt extreem. Oh mijn god, maar ik zag jou... Jouw vaarwel filmpje. Hou op hoor, dat was echt een dom filmpje. Het eerste met die kut Abba, met Dancing Queen, dat ik niet kan koken. Ja. En wat nog meer? Ja, en Beckham met Rick. En Beckham met Rick twee keer. En dat ik zeg van, als ik nu in de spiegel kijk, iedereen zou mij toch doen hier buiten. Ja. Daarna zit ik te tongen. Ja, dat was wel geinig op zich. Maar nee, ik weet niet, Rick, het was wel leuk voor daar, maar niet... Maar ik vind sowieso dat heel snel daar relaties ontstaan. Ja, heel snel. Want Eduardo, jij... Er zat ook heel veel te vieze, of tenminste, jullie lagen ook altijd op de bank, jij en Vincent. Klopt. Wat, als je, heb je, dat, je hebt dat niet teruggezien, maar jij kust Vincent ook op de mond. Klopt. Weet je dat man niet fucking boos? Nee. Als ik jouw man was, ik had jou echt uit dat huis gesleurd. Ik had jou doodgemaakt, denk ik. Maar het verschil is dat jij tongt met Rick en ik niet met Vincent. Dat is gewoon een verschil, nee, ja, maar jullie zaten ook echt altijd op de... Jullie zaten gewoon altijd zo... Godverdamme. Nee. Dat is helemaal niet waar. Dat vonden jullie van. Is dat niet waar? Nee, gewoon zo tegen elkaar aan. Gewoon zo. Ja, liggen. Dat ook roelen. Kijk, ja. Als jullie zaten zo. Zo, doe je hand zo. Zo. Ja, dat is beter dan zo. Nee, maar luister. Kijk, weet je wat het verschil is? En dit is echt waar. Nou, dat hebben jullie ook wel ondervonden. Hij weet het ook. Ik ben gewoon echt wel heel fysiek iemand. Ja. Ik hou van knuffelen. Ik hou gewoon lekker... aanraken en noem maar op. En ik weet nog dat op het moment... Ja, nee, niet zo. Want ik heb jouw filmpje ook gezien dat anderen over aanraken gesproken hebben. Denise en Davy erin. Heb je gevoeld? Heb je gevoeld? Gevoeld? Ja, dus... Wie heeft er gevoeld? Wie heeft er gevoeld? Ja. Bij wie? Nee, ik heb wel bij Rick één keer zo gevoeld. Oh, ja, jij! Ja, één keer. Maar dan, en toen zei ik, ik moet nu naar mijn bed, want anders gaat het verkeerd. En Wendy lag daarnaast te slapen. En ook één keer, ik heb ook gezien, één uur dat jij ging zeggen... Ja, nu ligt Nick weer te tongen en dan lig ik naar bed. Maar, toen jij bij ons had, toen ik bij mij in het bos. Toen dacht ik, dat was ook echt maar één keer dat ik daar lag op bed. Dacht, Kijk, en dat vind ik niet erg, want dat vind ik alleen maar mooi. Maar als je wil slapen en je wordt wakker gemaakt omdat je gewoon gesmak hoort... omdat twee mensen gewoon aan de tongen zijn... Nee. En die zeggen 5 minuten lang, ik ga niet weg. Ja, ik ga Nee, maar weet je wat, jij sliep. Ja, zogenaamd. Beneden sliep al 3 uur lang. Ja. Dus dan denk ik dat iemand slaapt en dan ineens is hij surprise is hij nog wakker. Ja. Nee, maar in ieder geval om terug te komen, ik ben wel een fysiek iemand. Ik hou echt van knuffelen, noem maar op. En ik weet nog toen Vincent binnenkwam en we zeg maar closer en closer werden, dat Melanie ons in de gaten hield. En die liep dan af en toe voorbij en dan deed ze zo. Dus die had voor haar idee in de gaten al waar het heen zou gaan. Ja. Toen op een gegeven moment kreeg ik dus de eerste keer visite van mijn gezin. Was je niet bang? Nee, helemaal niet. Want ik weet hoe ik ben. Nee. Ja, oké. Snap je? Dus toen vroeg Melanie ook van, Ad, wat vind je er dan van dat Ed zo close is met Vincent? Vroeg ze dat aan Vincent? Ja. Nee, aan Ad. Aan jouw man? Ja, ja. Dat vind ik ook raar. Nee, waarop Vincent, of waarop mijn man dus op een gegeven moment zei, ik ga jullie dit zeggen, als ik mijn man... op televisie zie en ik zie niet dat hij in de buurt is met mensen gewoon lekker knuffelen en doen, dan zou ik me zorgen maken. Ja, als ik zie dat hij alleen op een bank zit of alleen in een stoel, weet je wel, dan zou ik me zorgen maken, want dan weet ik gewoon dat hij niet lekker in zijn vel zit, weet je wel. Dus hij weet hoe ik ben en op het moment dat ik gewoon lekker aan het knuffelen ben, of het nou met Kai is, of het nou met jou is, of het nou met Vincent is, of het nou met... dan weet hij gewoon dat hij niet lekker in zijn vel, weet je wel. En dat is wel echt wie ik ben. Ja, dat is wel beter dan ook dat je man gewoon daar zo... Ja, die geen jaloerse man hebben. Nee, ik zou echt de pan uit flippen, man. Ik weet niet. Ja. En hij weet natuurlijk dat social media ging natuurlijk helemaal los, weet je, daarover. Ja. En een commentaar, en dat wist ik allemaal niet. We hadden er wel rekening mee gehouden, Vincent en ik hadden het ook over. Waarop mijn man altijd heeft gezegd, nee jongen, ik heb mijn vent. Maar later zei hij wel heel eerlijk van, op een gegeven moment ging ik twijfelen. Maar ik ging twijfelen omdat de hele wereld daar iets van vond, weet je wel. Terwijl ik donders goed weet hoe jij bent, weet je wel. Hij zegt, maar toch gaat het in je hoofd zitten, weet je wel. En uiteindelijk achteraf... Toen Vincent eruit ging, gingen ze appen met elkaar en dan weten we direct genoeg, weet je, is goed, is klaar. En heb je hem nu al gezien, Vincent? Nee, de dag daarna natuurlijk, we zijn met die bijeenkomst. En we hebben een paar keer appcontact gehad, we hebben een paar keer via FaceTime gebeld. Ja. En die man van hem vond het ook niet erg of zo? Nou, bij Vincent was het anders, want Vincent die is van wat ik begrepen heb, hij is heel zakelijk, weet je wel. Dus ook niet van knuffelen, van aanraken, afstand een beetje, weet je. Niet op de bank samen een filmpje in elkaars armen kijken, weet je, helemaal niet. Nee. Dus daarin hebben we het ook over gehad in het huis en dat vind ik wel jammer dat je dat soort dingen niet ziet. Want we hebben hele mooie gesprekken gevoerd, maar dat ik ook heb gezegd, ik kan me heel goed voorstellen dat als jouw man dit nu ziet, terwijl je thuis helemaal niet zo bent, dat hij misschien daar wel wat van gaat denken, weet je wel. Dus daar hebben we het echt over gehad. Maar goed, uiteindelijk kwamen zij op visite.
En dan weet ik nog dat ze me heel erg bedankte voor het feit hoe ik met Vincent omging. En dat ze zagen dat hij zich toch op een andere manier kon openstellen. Dat hij emotioneel werd, weet je wel. Dat hij toch van wat meer fysiek ingesteld is. Dus ja, dat is een soort van... toch dus goed geweest, zeg maar, om het zo maar te noemen. Weet je wel. Dat is toch wel fijn eigenlijk, dat je zoiets dan ook erover hebt gehouden, toch? Ja, 100%. Ja, 100%. Dus als ik niet kon dansen, moest ik jou ook. Maar ik ben zo gespaard, Kai. Ik zweer, wat ben ik? Weet je nog dat ik helemaal tierenlier was? Maar dat is gewoon niet uitgezonden. Ik ben zo blij. Je moet janken als ik blijf in plaats van het huis uitgaan. Als je de knockouts wint, ben ik ook heel blij. Luister, die knockouts. Als je dat ziet, dan winnen wij die knockouts. Ik zo. Ik zou denken, kut. Want ik dacht, kut, sorry. Ik dacht, die dacht, waren die knockouts? Nee, heb je nog niet gezien. We hadden die knockouts. En we hadden zeg maar, eigenlijk, ik had mijn koffer al gepakt. Want ik dacht, ik ga lekker naar huis. Want we waren laatste. En ik dacht, nou, we zullen vast van die knockouts niet winnen van de haaien. Ik wist dat we gingen winnen. En we wonnen die. En ik zat eigenlijk, kut, sorry. Kutzooi. Ik kan niet naar huis vandaag, want ik zat er echt doorheen. Ik was echt helemaal klaar mee. Mm. Ik zweer het, op dag 9 moest ik naar de psycholoog en zo, omdat ik gewoon echt er doorheen zat. Dat vond ik zo grappig, dat de psycholoog aan jou vraagt, hoe lang moet je dan nog? Nog 9 dagen! Hij zei, ik dacht dat je 4 moest. Maar dat gaat heb ik wel veel aan jullie gehad, want ik weet, jullie gingen ook weg. Mm. En ik zat echt helemaal doorheen. Op de tweede maand wou ik eigenlijk al weg, maar ik bleef nog een maand langer voor Rick. Omdat ik dacht van, misschien wordt het wel wat. Nou, het werd weer niks. En toen kwam mijn Het kwam mijn vriendin vlak voor die knock-out nog binnen. En toen waren we weer laat, dus hadden we Davy moest toen naar huis. Ja. Maar ja, het was echt, ik vond het wel echt moeilijk, ik zeg eerlijk. Ja, maar ik heb het ook gezien, jij hebt de laatste zeker de laatste weken, maar zeker de laatste maanden algemeen heb je het wel heel zwaar gehad. Er ging geen dag voorbij dat jij zei, oh, ga ik naar huis. Ja. Ik kan niet wachten op de auto. Ed, moet ik weer deze dag doen? Hoe kom ik deze dag door? Wij lagen tegenover elkaar. En dan hoorde ik dus zeg maar zo dat Nick wakker werd. En dan bleef ik ook nog even liggen en dan werd ik ook wakker. Dan deed ik mijn masker af en dan keek ik Nick aan. Nog 16 dagen? Elke dag zat ik af te tellen. Maar dan duren de dagen lang. Zo lang. Ja, en toen hoorden we dat we de koffiezetters live stonden. Ik was zo dolgelijk. Ik rende naar die koffers. Ik kan me het nog herinneren. Ik zei, ik ging gewoon vliegen naar die koffers. Toen moest je wel weer lachen. Ja. Huilen. Ja. Huilen mag gelukkig. Maar toen duurde het nog zo lang dat jij die afscheidsspeech deed. Ja, inderdaad. Daar waren ze 2 uur. Maar dat kwam meer omdat ik aan het janken was. Ik kwam gewoon niet uit mijn woorden. Maar dat is ook heel schattig uitgezonden van jou en Robert. Ja, daar heb ik wel stukjes van gezien. Ja, ik weet niet of ik alles heb gezien, maar daar heb ik wel stukjes van gezien. Hey, en Kai, wat mis je nu het meeste als je nu terugkijkt? Oh, goede vraag. Wat mis ik het meest? Ja, zeg mijn naam maar hoor. Hallo. Nee, maar wel oprecht. Zeg maar, dus als ik zeg de mensen, bedoel ik niet per se de mensen die er nu zitten, maar gewoon meer... Het gevoel dat ik daar dus inderdaad een heel vet avontuur aan het beleven ben met mijn vrienden, zeg maar zo. Ja. Met mijn mensen waar ik heel veel om geef. En ook gewoon het stukje spel toch wel. Ja, ik vond het is ook wel heel vet dat je daar gewoon je bed ineens uit wordt gehaald. En dan ting dong en dan moet je klaarstaan. Ja, dan moet je klaarstaan en snel. En baby! Ja, en het in de game, weet je wel. Dat is echt vet. Ik vind ook gewoon de mensen of zo, dat je wakker wordt met mensen en je gaat naar bed met mensen. Nu, eerst dacht toen ik alleen naar huis reed, toen was ik gewoon janken. Dan dacht ik van, what the fuck, ben je alleen? Ik was gewoon echt alleen, dat is toch raar? Ik heb dat gehad inderdaad ook de eerste dag. En volgens mij zelfs toen ik, er is een stukje uitgezonden, dat ik op een gegeven moment naar buiten loop. Dat was in de dag van die finale en dat ik op een gegeven moment helemaal brak. Ik weet niet of jullie hebben gezien. Ja. En iedereen denkt dat ik aan het huilen was omdat ik die finale mocht spelen en dat ik zenuwachtig was. Mm-hmm. Maar dat was helemaal niet, want voor die finale was ik juist heel relaxed. Maar op dat moment had ik een besef van mijn avontuur eindigt hier. Ja. Weet je wat? En toen kwam alles binnen. En toen in één keer kwam dus jij voorbij in mijn gedachten. Ik dacht mezelf, zie ik zo meteen een grote krullenbolletje die weer Want ik was natuurlijk als eerst wakker altijd, weet je. Dan zat ik in die stoel en dan kwam Kaaitje, weet je wel. En dan zag ik die grote krullenbol met een zagrijnig hoofdje wel. En toen dacht ik bij mezelf, dat ga ik gewoon nooit meer van mijn leven zien. Nee. Nooit meer, weet je. En, maar ook met jou, weet je wel. En met Robert, een geslof waar ik helemaal gek van ben. Weet je wel. Maar dat ga je dan gewoon missen, weet je. Dat soort dingen. En dat was het moment dat ik dacht, dat is echt een besef moment was dat. Want jij wou eigenlijk weer nog een maand lang. Jij vindt altijd heel twijfelig. Jij wou wel niet. Ja. Heb je nu spijt dat je weg bent gegaan?
Dat je denkt van, goh, ik had nog wel een maand kunnen doen. Ja, het is heel dubbel. Want als je me nu zou vragen van, zou dat helpen, zou bellen van, je mag er weer in, zou je doen, zou ik zeggen ja. Nou, ik zou kapot dat uitlachen. Ben je gek? Zou ik zeggen ja. Maar zoals ook jij en jij, de laatste maand, anderhalf maand, was ik gewoon ongelukkig. Weet je? Ja. En dat komt gewoon echt door de dynamiek, denk ik, gewoon van de groep. Weet je wel? Het waren gewoon allemaal eilandjes. En op sommige eilandjes was gewoon maar één persoon. Weet je wel? Het was gewoon niet meer zo'n harmonie. En, dat woog voor mij gewoon het zwaar, zeg maar. Weet je wel? Ja, dus, en wij groeien natuurlijk steeds meer naar elkaar toe, weet je wel. En, eerst kon ik wel schieten. Tweede baan. Nee, ik weet nog, de tweede baan dacht ik nog, oh, ik hoef niet meer tegen hem te praten, want hij gaat toch weg. En toen zat ik nog met Kai, zat ik zo. En dan zei ik nog buiten. Dat dus echt net verteld. Dat jij bleef. Dat je bleef. Oh, oké. En dan loopt hij tegen mij helemaal te schelden en te doen. Ik zeg, ik ben blij. Oh, ik ben zo blij dat ik nooit meer tegen hem te praten, dit en dat. En ik zat echt zo. Ik had eerst nog een beef met hun al onderling. En toen dacht ik, nou, het is weer goed zo. Ja. Ik ga toch echt goed niet meer te praten tegen jou. Sta ik daar. Ja, hij blijft. Ik denk, godverdomme. Ik weet nog dat moment. Ja, en die gaat weg. En jij tegen Jan. Maar er gaat toch nog iemand weg? Ja. Nee, Nick, dit is het. Ja. Jouw hoofd. Ja. En het hoofd van Sam. Ja. Goud. Ja, echt. Dat. Jan, gaat toch nog iemand weg? Ja. Echt zo erg. Ja, en dan vroeg nog aan Kai. Wist jij dat? Kai zo. Ja, en ik wil jij zo hebben. Ja, ik was zo zielig. Ik dacht, nee, wat moet ik doen? Ja. Ik ga zo boos worden. Ja. Ik had het op een gegeven moment verteld. En ik had het bos verteld. Jullie had het ook verteld. Maar dat was ook wel mijn heel last minute allemaal. En Robert is natuurlijk. Nou, bijna iedereen wist het behalve Nick en Sam. Nee, Robert is goed. Maar weet je, de enige reden waarom jullie boos waren, dat kan niet anders, is puur op basis van omdat jullie een paar minuten daarvoor stemmen werden uitgebracht naar, of een dag daarvoor, naar Erik. Ja. Dat was het. Als dat niet aan de hand was. Nee, klopt, dan was er niks aan de hand geweest. Maar gewoon, het was gewoon allemaal vies spel. Ik vond gewoon alles gewoon vies en dan werd het gewoon niet goed. Nee, en toen moest ik lachen, hè, want afgelopen, natuurlijk, toen wij eruit gingen, toen zei je in één keer dat Lodewijk, ja. Ik ga ook naar huis, terwijl die had. Zou ik weer boos? Ik weer boos. Ik weet nog niet. Oh, en dit vinden we nu in één keer allemaal wel goed. Nee, ik was zo blij. Ik zeg, wat een bullshit. Wat weer gelogen in mijn gezicht. Ja. Iedereen liegt gewoon tegen mij. Ja, want toen had Bo tegen jou verteld dat hij naar huis ging. Ja, dat weet jij niet. Bo was naar me toe gegaan. Heb ik er niet verteld. Bo was naar me toe gegaan. Serena was zo dronken, toch? Eén nacht. Het was helemaal lam weer, die ene nacht. Ja. Dat ze met die broek op ging gooien. Ja. Ja, dat vond ik ook. Oh. Maar in ieder geval, toen had dus Serena een soort van verlul tegen mij. Dat was echt niet grappig, trouwens. Nee, dat vond ik echt niet grappig. Mijn mayonaisepot liet zijn vallen. Dat vond ik niet grappig. Onze mayonaisepot. Onze mayonaisepot. En we hadden de halve slechts bewaard, hè. En dat je er ook nog in een gootsteen die mayonaise, dus die glasstukjes uit die mayonaise. Ja, dan ging het gewoon op en wat verder meten. Ik dacht, na de maand die wij hebben gehad, hebben we eindelijk een keer een potje mayonaise. Ja, eindelijk. En Serena. Zo eindelijk. Jij hebt vaak een pot mayonaise. Nee, ja, maar laatste maand hadden we echt maar één keer hadden mayo gehad. Hebben we één pot in het begin van de maand gehad en één pot aan het einde. Ja. En Serena laat die pot. Nee, sorry. Karel. Karel, haar tweede alter ego. Ja, oh. Ik kreeg echt een ik was zo kwaad. Ik dacht, hallo, wat doe jij, man? Gek. Toen trok ik die wimper eraf. Serena had van die wimpers, toen pakte ik hem al kwaad op ze was. Ze was helemaal junk, joh. Ze was echt niet normaal. Ze was zo boos. Ze was zo boos en ze kwam in de badkamer. Ik stond daar ook in de badkamer. En ik dacht, ik ga gewoon niks zeggen, want ik wil me hier niet mee bemoeien gewoon. Dit is echt gewoon te eng. Ja, ik dacht, ik ga bij Afrika dan. Ja, ik klap. Maar ze zei tegen mij dat er een stukje van haar echte... Ja, dat was ook wel zo, want we waren net en ik trok. Maar sommige ruzies zijn helemaal niet uitgezonden, want ik had ook een keer ruzie met Serena in de keuken. Ja. Samen met Bo en weet ik wat, toen ze Davy naar huis wilden stemmen, toch? Ja. Toen had ik echt dikke beef met Mary. Ook. En die is gewoon niet uitgezonden, dus ik ben gewoon gespaard. Ja. En stel je voor, je zit in dat huis. Wat mis je zeg maar van het huis gewoon erg? Zeg maar, als je daar zat, wat miste je? Zeg maar, als je in het huis zit. Ja, stel je voor, je zat erin, wat mis je van het huis? Oh, mijn vrijheid. Ja. Eten. Ja, gewoon normaal eten. Ik echt eten. Ja. Maar eten gewoon. En vrijheid, ja, dat vond ik op zich nog niet zo erg. Maar gewoon het eten en gewoon het af en toe. Ja, gewoon iets de doen. Stem. Ja, ook maar ook de stem van je dochter en je man horen, weet je. Dat zijn van die dingen, daar hecht ik wel heel veel waarde aan. Maar voor de rest, ik heb het op zich niet zo zwaar gehad. Behalve omdat je ook echt wel maanden hebt gekend dat je gewoon heel weinig eten had. Ik ben niet van niks 15 kilo afgevallen. Ja. Dus dat zegt genoeg. En dat je natuurlijk af en toe niet. Ik ben echt een chips eten. Maar dat je dat ook gewoon niet kan eten. Nee, weet je wel. Ja. Dus dat, ja. Maar voor de rest, ja. En jij, Kai?
Ja, ik zeg maar, als ik een paar dingen moet noemen waardoor ik bijvoorbeeld echt nog wel een extra maand of nog 2 maanden of zo langer had kunnen zitten, was inderdaad denk ik wel een beetje gewoon normaal eten inderdaad. Dus gewoon fruit, groente, ja. Dat. Ja, precies. Want oprecht, wij aten havermout, 2 sneetjes brood met olie en zout. Worden er boos als ik erover na. We aten droge rijst met, als we geluk hadden, spersiebonen, diepvriespersiebonen, zeg maar. Ja. Nou ja, waar is daar in je groente, je fruit en zo? Daar word je gewoon alleen al chagrijnig en ongelukkig van. Ja. Ja, en inderdaad, misschien af en toe gewoon contact met de buitenwereld. Of een keer wat langer muziek. Of iets meer vrijheid. Muziek. Dat. Of die gewoon de verveling. Ik verveelde me dood. Ja, echt niet normaal. Lag op de bank, zat kijken om me heen. Wat zijn we hier aan het doen? Ja. Ja. Maar, daar heb ik aan het begin gehad. En ik vind het dus gewoon nog steeds niet eerlijk. Dat wil ik dan ook even gezegd. Ik vind het gewoon... Voordat ik erin kwam, was de puntentelling nog super hoog. Was echt nog tot 750 punten kon je verdienen. Ja. Ik heb laatst de laatste aflevering gekeken van Cyclus 2. De laatste verdienopdracht kunnen jullie 1000 punten verdienen. Ja, dat is toch niet normaal. 1000 punten. Nou, en ik kom erin en bam, punten verdelen. Is toch niet normaal? Maximaal 250 punten. Ja, sorry. Ik voelde me ook gewoon opgelicht hoor. Zeg mij zegt het, botox kon je doen, zonnebank kon ik doen. Ik mocht blij zijn dat ik mijn brood kon betalen. Tandenbleken. Tandenbleken kon ik ook, kon echt alles doen wat ik wou daar. Ik kon eigenlijk clip doen. Clip opnemen kon ik DJ doen. Ik bedoel, ik vind DJ dus echt super leuk. Dus ik zeg, dan ga ik lekker DJ daar zo. Nou. 4 maanden niks gedaan. Hij kon een luie reet gezeten. Je kon eens brood kopen. Je moeder bij, je kon eens brood kopen. Dat is echt de armoede van woorden. Tappen ze. Jan, vind je dat normaal of zo? Hij zal godverdomme zelf maar geen stand op die poetsen. Zei ik toen nog een keer. En Jan dan, maar Nick. Als je nu wel punten had gehaald, dan was je blij. Dan ben ik blij inderdaad, ben ik kom heel goed, Jan! Heel goed! Jij snapt het! En wat was jouw leukste spel die je hebt mogen spelen? Oh ja. Ik denk toch wel voor mij, ik hou wel van die gewoon jezelf echt testen. Dus die uithouding. Dus in dat geval denk ik gewoon wel die knop. Ja? Oh, wat tof dat jullie. Nou, vind ik echt. Ik was bijna. Ik zei hier een keer gelijk van nou, die ga ik echt niet doen hoor. Laat het maar lekker doen. Ja, echt. En ik vind het ook heel jammer oprecht. Want ik wist. Ik was overtuigd dat ik hem zou winnen. Ja. Maar ik wist ook dat ik een hele zware dobbel zou krijgen aan Lodewijk. Ik dacht echt van gaat tussen mij en Lodewijk. Helaas maakte hij dan die fout, zeg maar. Kijk, die gesnitst. Oh, en die Facebook-reacties. Heb je dat al gezien? Nee, dat heb ik niet al gezien. Ik zou het ook niet openen als ik jou mag. Nee, jongen. Kijk, die gesnitst. Ja, klopt. Ja, maar ik heb wel gezien. Een soort van. Ik weet niet veel. Een soort krantenkopje was. Hoe noem je dat? Publieksfavoriet Kanye is niet meer. Ja, dat is alleen dat. Maar ik moet zeggen, die maand daarvoor hadden ze jou genaaid met de ballonproef. Dus iedereen naaide elkaar gewoon in de maand. Wat dacht je van met die PVC-buis? Ja, succes. Die heeft me gewoon een finale gekost, Ik dacht 100.000 euro gekocht. Ja, maar iedereen zou die actie doen. Ja. Iedereen zou dat doen. En iedereen naaide elkaar letterlijk in dat huis. Als er wat was, gingen mensen gelijk mailen. Ja. Oh, mis 1 lepeltje dit? Ja. Mailen. Ja. Oh, wat zal ik wel zijn? Oh, er bij mijn naam bijgezet. En wat was jouw favoriete spel, Kai? Moeilijk, want ik heb heel veel leuke dingen mogen doen. Maar ik denk toch wel of het paaldansen of de lip-sync. Ik vond die lip-sync echt cool bij jullie. Met die mannen zo, met die gitaar en zo. Ja, ik vond het wel echt fucking vet. Dat was zo leuk, maar ook gewoon zo leuk om te oefenen. En soort van, nou ja. Zeg maar, in dat bondje kwam het gewoon heel erg op mij aan. Ja, dus het voelde ook wel echt, zeg maar, van als we dit winnen, dan heb ik daar wel gewoon heel erg aan bijgedragen. Ja. En zeg maar, de mannen ook gewoon de dedication die zij hebben getoond. Ja, echt, en ze bleven maar dooroefenen en bleven maar dooroefenen, was echt vet hoor. Ja. Want hebben jullie die aflevering wel gezien? Heb jij die ook gezien? Nee, een stukje. Ja, ik ook een stukje. Hebben jullie mijn hoofd gezien? Ja, ik heb gewoon gezegd, ik ben mijn moeder. Ik vind het zo lelijk. Ik sta zo verschut voor iedereen. Ja? Ik geef geen man in de DM. Nee, ik kom sowieso door die ABBA-proef. Nee joh. Verschrikkelijk. Nee, dat is toch leuk. Maar ja, in ieder geval bij jou wel is gelukt met die man. Dat is mij niet gelukt toen bij Robert. Nee. Maar daarom dat vond ik ook zo raar. Want nou, toen hadden wij echt punten moeten krijgen.
Toen, met die dansen, met die Joefat, of hoe heet die? Ja, Joefat. Toen was mijn bondje het allerbeste. Ja. En wat kregen we? 75 punten, konden we de bek mee afvegen. Nou, Joefat bedankt als je kijkt. Ja, dat is toch niet normaal? Nee, maar dat klopt wel. En, Wij waren absoluut de beste. Hun hebben zo goed gedaan. En volgens mij krijgen hun de slangen, die kregen het. Waarom? Omdat ze anders kwamen ze dichter bij de positie. Voor, ik denk dat er ook heel veel waarde in zit. Ja. Maar ja, ik vond het ook wel echt baden hoor. Ja. Ook omdat je gewoon, weet je. Jullie oefenden echt veel. We oefenden zoveel en het heeft ook zoveel voor zoveel opschudding gebracht. Echt, iedereen was aan het janken. Iedereen was aan het huilen en het schreeuwen en iedereen had ruzie met elkaar. Ja, en Bos en Chelsea en natuurlijk binnen de Vossen. Bij jullie was er heel veel gedoe om. Want Robert wilde het sowieso niet doen, dus deden we het niet. Dus deed je het niet. En dat stoot mij natuurlijk tegen een Bos, want ik wil gewoon alles zet van onszelf verschut. Ik wil gewoon iets doen, weet je wel. Niet dat je gewoon je plaat weggeeft om niks, weet je wel. Dus, nou, ik deed ook wel mijn best, maar ik kon gewoon echt niet. Het is toch echt een flauwt. Maar wij konden het gelukkig leiden, want wij zaten natuurlijk vrij bovenaan. Ja. Weet je, dus we hadden al berekend van oké, we doen niet mee, 0 punten, we kunnen het halen. Niemand kan ons inhalen, maar gewoon het idee dat je gewoon niet eens een poging doet tot om er iets van te maken. En dat vond ik wel heel zwaar. Ja. Maar goed, Hey jongens, en ik heb een leuk spel achter neergelegd voor jullie. Jullie mogen jullie bordje erbij pakken. Dan ga ik wat vragen beantwoorden. Luister, hier wil ik nog even over hebben. Over die vechtpartij. Oh ja. Jij hebt bijvoorbeeld in het begin toen ik inkwam, toen ben jij soort van geslagen. Of tenminste, je werd best wel gegrepen door Jorik. Geslagen? Ja. Ook. Of tenminste, geslagen. Ja, van alles joh. Heb je dat niet gezien? Oh, ik dacht dat het echt, dat hij meer zo vast. Bij je neus greep je. Op een gegeven moment haalde hij uit inderdaad. En toen raakte hij me net hier zo. Dus zag ik Heb je nu nog wat contact met hem of iets? Heeft hij contact met jou opgezocht nu je eruit bent? Nee, ik hoor natuurlijk wel via via en zo. En we hebben natuurlijk die bijeenkomst gehad. En daarin heeft hij... benaderd van ja, waarom hij niet uitgenodigd was en dat hij daar wat van vond en dat het dan de hele barbecue niet door had moeten gaan, et cetera. Nou goed, daar hebben we ook helemaal niet mee bemoeid. Nee. Maar ik heb, ik weet niet of hij contact met mij opneemt, want hij heeft mij, ik denk als hij wil kan hij contact met me opnemen, denk ik. Ik moet wel zeggen dat ik zijn nummer heb geblokkeerd, want die heb ik opgeslagen op een gegeven moment en dan direct geblokkeerd. Ja. Maar goed, je kan ook natuurlijk op andere manieren mij benaderen. Ja. Maar ik heb zelf absoluut geen behoefte om hem te spreken. Nee. Maar echt gewoon 0,0. Vind ik ook, dat is ook meer dan logisch hoor. Dat snap ik voor 1000%. Ja, en ik vind het van de ene kant is het jammer, want we waren aan het begin, voordat het is gebeurd, waren we echt wel maatjes. We waren echt wel close samen. We hadden lol, humor, echt wel aan elkaar gewaagd ook. Alleen ja, dat ik voor mij zelf het besluit heb genomen om gewoon echt geen contact meer met hem te nemen, is gewoon dat ik heb vernomen dat hij gewoon toen hij eruit was op social media van alles heeft onbezuinigd, weet je wel, wat uiteindelijk ook mijn man... Ja, mensen zitten, weet ik veel wat. Ja, tenminste, dat weet ik nog wel, dat er toen ik inging, hoorde ik dat allemaal. Ja, precies. En mijn dochter had kunnen beschadigen, zeg maar, weet je wel. Ja, toen dacht ik mezelf, weet je, als je dat doet, dan ben je heel laag en dan is het voor mij gewoon echt klaar. Ja, en of hij het uit wil leggen later of noem maar op. Maar hij zit er denk ik nog wel mee, want elke dag loop je dingen te posten en irritant te doen. Ja, ik hoorde het gisteren zag ik hem ook op Insta, stuurt hij Nick Eduardo op MacDate. Ja. Die komt bij mij de auto niet in. Nee. Goed. Nee. Ja, donder op. Nee. Met jouw vriend. Maar nee. Aan mijn mat moet die komen. Nee, maar inderdaad. Weet je, zo ben ik ook. En juist als je zo goed bij elkaar bent. Ik snap dat in het spel dat er misschien dingen kunnen gebeuren waar je later spijt van kan hebben. Maar ga je geen dingen verkondigen in de wereld waar gewoon ook je achterban last van kan hebben. Maar die is knettergek. Die spoort niet. Die is Pieter Baan rijp. Ja. Nee, maar ook zo met zijn hoofd tegen die muur aansloeg. Die is gewoon niet goed. Ja, om gewoon te insinueren alsof ik dan bij hem dat heb gedaan. Weet je wel. Dus nee, dan ga je gewoon in mijn ogen heel ver. En dus met alle respect, weet je, ik ben echt klaar met hem. Ik zou ook echt niet een slecht woord of zo over hem zeggen, want zo zit het niet in elkaar. Doe ik wel. Maar ik ben er wel klaar mee. Maar dat zei ik net ook al tegen, maar ik vind echt dat je het goed oppakt, want ik zou echt niet zo kunnen reageren. Denk ik ook niet. Als jij wordt geklapt, dat je niks terug doet. Ja, dat ook. Zo. Ik zou echt rood voor mijn ogen. Ja, maar het was voor mij echt een bewuste keuze om ook niks te doen. Omdat ik dacht bij mezelf, maar ik laat me door jou niet mijn avontuur afpakken, zeg maar, weet je wel. Dus, ja, oké, dat wel, maar aan de andere kant is iemand die zomaar aanvliegt. Ja, klopt. Maar je weet het risico niet. Je weet niet hoe het bekeken gaat worden, je weet niet hoe zij achter de schermen het gaan beoordelen, weet je wel. Ik denk, ik zit hier gewoon met een doel en die wil ik halen. En, en dan maar een paar klappen op mijn smoel, om het zo te noemen, weet je wel. Maar Nee, respect. Ik had het niet gekund. Ik was hem bovenop gegaan. Ja. Oké, dan ga ik de vragen erbij pakken. Even kijken, daar komt hij. Oké, wie heeft er de meeste scheid aan de raadreacties? Ja, Eduardo. Ja. Maar heb je wel eens wat gelezen op internet al?
Ja, mijn man die heeft een aantal screenshots gemaakt van haatreacties. Nou, en die hebben we samen gekeken, maar echt oprecht. Soms zie ik gewoon tranen in mijn ogen. Dat is wel grappig. Ik vind juist nog leuker, die haatreacties van politie. Ja. Ik vind het gewoon echt vet grappig. Dat mensen gewoon niet weten waar ze het over hebben. En ze hebben natuurlijk nooit in het huis gezeten. Dus je weet helemaal niet waarom iets is gebeurd of waarom iets wordt gezegd. En nee, de aanleiding tot, weet je, dat mis je allemaal. Maar ik vind het wel echt heel grappig. Ja. Jij, Kai, doet jou het wel iets als je het leest? Of? Nou... Nee, het doet niet heel veel. Alleen ik denk zeg maar gewoon dat ik gewoon minder goed daartegen kan dan eerder. Ja, ik weet niet. Ik denk dat zeg maar bepaalde dingen zou ik dan toch wel even kunnen nadenken van oeh ja, of had ik dat dan toch anders moeten aanpakken? Nooit. Of, nee. Fuck hun. Ja, nee, maar klaar. Ik ben perfect. Ja, je bent perfect. Inderdaad. Wie heeft er het meeste spijt van zijn of haar vertrek? Wie zou er eerder nog teruggaan, de villa in? De villa, de schuur. Oh, jullie zijn allebei wel. Ik denk dat als jullie nu gebeld worden, dat jullie allebei nog wel een keer denken van, nou, ik ga erin. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ja? Maar het ligt er wel heel erg aan met wie ik daar dan zou zitten. Maar ik denk, stel je voor, ik word nog een keer gebeld en het is zo van, nou, ik kom nog voor een maand of zo, of voor 2 maanden. Ja. Dan zou ik het nog wel leuk vinden. Ja. Nou, wel knap. Jij ook! Nee, daar ben je! Maar wie zou er eerder voor 100.000 euro met iemand naar bed gaan? Ja, kijk, zijn we nu? Nou ja. Stel je voor, ik zeg eerlijk, ik zou het ook doen. Ja, ik weet het, waar is jouw bordje? Waar is mijn bordje? Maar jij zou het allemaal 50k op doen. Ja, klopt. Ja, 50k ook. Ja, sorry hoor. Voor 50k en 100k? Kom op, man. Ja, kijk deze auto ook, Krekwagen. Ja. Het is niet per se dat ik het zou doen, maar zeg maar, als ik moet kiezen tussen mezelf en Edu, dan kies ik wel. Ja. Praat maar goed, Kai. Ja. Oké, wie deed er het meeste qua schoonmaak in het huis? Tussen jullie twee. Ja, maar... Dat is zo niet waar. Hoezo dan? Wat maakte jij allemaal schoon? Weet je hoe vaak ik heb schoongemaakt? Ja, ja en ik dan? Ik deed sowieso altijd... Oké, gaan we anders zijn. Ik was hoe vaak heb jij je koffietijd niet gedaan? Niet vaak niet. Nee, Kai was altijd van een koffie. Ik dacht altijd van... Nee, ook echt. De laatste maand viel ook wel mee, hoor. Ja, de laatste maand heb ik wel een beetje laten gaan. Maar ja. De rest van de maanden... Ik was opperhoofd, grote schoonmaak. Ja, dat is wel waar. Ja, dat klopt. Ik was altijd... Maar dat je kan delegeren wil niet zeggen dat je het doet. Oké, wie irriteerde zich het meeste aan andere mensen in het huis? Ja. Zeg maar zo, wij samen. Wij zijn niet altijd samen. Oh, die is echt zo irritant. Ja. Zo. Ja, irriteren je snel mensen. Ik weet nog wel een keer was. Eduard was ik aan boeren. Het was echt zo. Nee, Arnaud, ik heb een heel blauw. Dan stond je daar achter bij die staatstoelen. Weet ik wel. Ja, dat weet ik nog inderdaad. Jezus, zo grijn. Zul je zo nog. Toen zei je wel van oké, je hebt wel gelijk. Ja, dat moet je inderdaad doen. En nog geen 10 minuten later. Ja, ik weet het niet. Maar als mensen ook tegen mij zeiden, doe eens even normaal of doe eens iets zachter, dan denk ik, ja, dat vond ik juist leuk om echt te hard doen. Ja, eigenlijk is het wel echt zo. Ja, maar die boefje was ook niet normaal hard geworden. Nee, dat was echt niet normaal. Het is gewoon niet uitgezonden. Mijn vader zei, je boer niet eens. Ik vind dat echt niet leuk. Ik vind het echt... Zeg maar, het geboer van jou en dat gescheet van Bo. En Bo, maar Bo deed echt vies en liet die scheet niet zo... kijk niet zo... Wordt het daarvan als ik heel ver heb. Dat gescheet van Bo, ik weet niet of je dit erin gaat stoppen, maar dat gescheet van Bo... Dat is niet normaal, echt. Ik heb gewoon echt bijna ruzie gehad met hem. Ja, klopt, om het scheet te laten. Over het scheet te laten. Ja. En het is voor mij een reden geweest dat ik aan het begin een keer tegen hem gezegd van, heb van... Dat is echt een reden voor mij dat ik niet meer aan de mondje ben. Wie zou er eerder dingen terugdraaien als dat zou kunnen? Hoe bedoel je? Zeg maar, stel je voor, je ziet dingen terug van jezelf of je hebt dingen gedaan waar je misschien spijt hebt. Wie zou er dan eerder wat van zichzelf willen terugdraaien? Oh, ja. Nou, ik zou denk ik niet zozeer dingen terug willen draaien, want ik denk dat dingen die ik heb gedaan, dat ik er wel achter heb gestaan. Ja. Maar ik zou misschien wel meer, als ik bijvoorbeeld luister naar mijn dochter, die heeft wel altijd gezegd van pap, je bent niet zo grappig in het huis. Terwijl buiten ben ik dus heel grappig, altijd lol maken of hoe zeg je dat, de lolbroek aan, whatever. Mm-hmm. En dat heeft ze daar dus niet gezien. En toen heb ik bij mezelf afgevraagd, is dat ook zo? Ja, dat was ook zo. Ja, dat kan ik je vertellen. Maar dat is echt waar. En dan denk ik bij mezelf, oké, maar wat maakt dan dat ik niet daarin ook mezelf kon zijn, weet je wel? Dan denk ik dat. Ja, en ik denk dat het
puur te maken met de dynamiek van de groep, van de mensen. Dan zou ik wel eens iets hebben van, oké, als ik nu terug zou mogen, dan ga ik gewoon echt zoveel mogelijk mezelf proberen te zijn. Ja. Dus dan scheidt een andere, maar ook het ouwe hoeren met jullie, daar ben ik normaal gesproken ook wel van, weet je wel. Of het lange opblijven s'nachts en de gekkigheid uithalen, dat heb ik allemaal niet gedaan. En waarom niet? Ja, ik weet het niet, weet je. Ik denk echt, wat ik al zeg, gewoon pure sfeer of zo. Dus ja, dat mis ik wel. Weet je waar ik echt spijt van heb? Dat ik Don aan huis heb gestemd en Nibo. Ja, daar heb ik tot de dag van vandaag nog steeds. Ik hoorde vandaag die podcast van Jelle, van Donna. En zeiden van ja, ze waren bewust dat ze naar huis gingen stemmen. Dat waren we ook. Dat was ook een afspraak inderdaad van tevoren. Ja. Maar je weet op dat moment niet, het was mijn eerste maand. Je weet niet dat je echt laatste komt en zo. Dat vond ik altijd nog wel. Dat ik denk van godverdomme, ik had gewoon toen Bo naar huis gestemd. Ja, maar ik kan me heel goed herinneren dat op het moment dat jullie dat hadden gedaan, dat jij echt dagen, misschien nog wel weken, daarna nog steeds last van had. Terwijl Sam die ging gewoon door met het dingetje en klaar, weet je wel. We praten altijd wel makkelijk van, nou ja, dan stem je iemand naar huis. Dat zeg ik ook tegen jou, van dan stemmen we Donner naar huis. Nee. Ja. Maar oh joh, je gooit echt iemand gewoon uit je huis. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, en die ontneem je gewoon een kans om toch de avontuur te beëindigen. En die Ton inderdaad. En ook omdat zij gewoon niks wist. Zij wist echt niks. Zij gewoon patsboom eruit. Dat was echt, nou jongens, ik wil jullie bedanken. Ik vond het heel gezellig. Ja, wat fijn. Gezellig! En ik ben vooral blij dat ik jullie weer zie. Echt, dat gewoon alles goed is en weet ik veel wat. Nou jongens, jullie moeten allemaal gaan volgen op Instagram, TikTok. Ja. En vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En tot de volgende keer. Doei!